Een hele goede morgen en leuk dat je weer kijkt naar een video van mij. Ik heb besloten er een weekvlog van te maken. Waarom? Omdat ik gewoon door de week zoveel verschillende leuke dingen te doen heb. Die ik met jullie ga delen, zoals nu. Ik ben nu bij Lau thuis en wat gaan wij doen? Make-uppen! Je mag zelf eigenlijk even vertellen wat jij te doen hebt. Het is echt wel heel tof wat jij gaat doen eigenlijk. Ja. Ja. Hoi. Mijn Lau is gewoon een koninginnetje. Dus vertel maar even. Ik heb vanmiddag... Nou, eerst ga ik nog een video opnemen thuis. Maar daarna heb ik dus... Daar gaat het over. Ik heb echt een fantastische fotoshoot. Namelijk voor het magazine De Grazia. En het is echt een fotoshoot waar 5 vrouwen, meiden, /vrouwen op te zien zullen zijn. En wij zijn de super iconen van de tegenwoordige tijd, wordt gezegd. Heel apart. Een soort van de moderne tijd van tegenwoordig. Heel raar om het over mezelf te zeggen, maar... Dat was wel de uitnodiging. Ja. Ja. Ja, Masha, Beauty Gloss, Monica Geuze, Teske de Schepper, Queen of Jetlags en Laura Pontecorvo. Wij 5 zijn dat. Nou, hoe tof is dat? Dus jij hoort daar dus soort van wel bij. Ja, tof, ja. Hè? Met een interview en een fotoshoot. Superleuk. En dus Fred ging me toch al opmaken. Dus dan zit het gewoon meteen ook voor de shoot. Heel mooi. Ja, so start. Yes. Ze zit weer een pennywafel te vreten, hoor. Pennywafel. Ik heb met een croutant van Chi. Deze, die echt beide kanten op kan. Woehoe. Top ding. Heb ik... het haar gekruld, maar op zo'n manier dat het waves worden. Dus niet de lokken, maar echt waves. Dus ik heb het allemaal lok voor lok op die manier gedaan. Dat laten we nu eventjes afkoelen en dat kam je dan straks uit. Er zitten de festival clip-ins van Real Hair Online. Die hebben we er 3 bij gezet. Dus dan krijg je toch net even een mooier, langer effect. Straks het eindresultaat. Basis make-upje op kop. Zullen we een eyelinertje doen? Gewoon een kleintje. Mm-hmm. Ja, hè? Gewoon mooi clean, zodat je straks in ieder geval goed op de foto's kan. Ik heb Laura de achterkant dus gekruld, zoals jullie zien. Dit zijn die lokken waar ik het over had. En aan de bovenkant mooi subtiel gelaten. En een basic look aan de voorkant. Dankjewel. Veel plezier, schat. Dankjewel. Ciao. Oké, welkom. We zijn weer een nieuwe dag. Het is inmiddels weer woensdag. Ik ben hier een paar dagen niet geweest. En mijn eerste klantje is een hele mooie dame. Zij heeft het geluk dat ze echt gigantische ogen heeft van zichzelf. En ook nog eens heel veel wimpers erop. Dus het wordt echt een hele bijzondere voor en na. Dus ik ga jullie deze echt even laten zien. Want dit effect gaat echt fantastisch worden. Oké, hier komt ze. Zoals jullie zien liggen haar ogen vrij voor in de oogkassen. Waardoor je een heel mooi groot open effect krijgt. Mag je ogen even open doen? Kijk eens. Dit is de voor en zometeen de na. En dit is het eindresultaat. Ze heeft het zelf nog niet gezien. Mag je heel even je ogen open doen? Oh my god. Elnaas? Wil je er eens een spiegeltje bij houden? Nee. Nee. Oh wow. Wow. I love them. You see? Ja. Yeah. Wow. Dit is fantastisch, hè? Ja, echt geweldig. Wow. Goed, ik heb weer een volgend klantje in mijn stoel zitten. En zij heeft hele lichte wenkbrauwen van zichzelf. Het is gewoon eigenlijk bijna blond. En het is gewoon een heel mooi voorbeeld om te kunnen laten zien wat wenkbrauwverven dus eigenlijk doet. Dus ik ga jullie even laten zien wat het voor is en daarna wat ik doe. Hier zijn dus de wenkbrauwtjes. Die mag ik op je even neerleggen. Zoals je ziet, ik heb haar helemaal verminkt door de make-up lekker weg te halen. Maar je ziet dat ze inderdaad gewoon van zichzelf hele blonde haartjes heeft. Die ga ik dus gewoon verven, zodat ze een donkerder effect krijgen. En dan zijn ze zometeen veel duidelijker zichtbaar. There we go. Zo. Zo. Nu zit verf op het gezicht. En we're done. Wenkbrauwtjes gedaan, geverfd en ingekleurd met Anastasia Beverly Hills. En een klein beetje koper boven de ogen. Kun je eens even in de camera kijken? Yes. Mooi bij blauwe ogen is inderdaad net even die warme tint. Mooi hoor. Ben je blij mee? Ja, zeker. Top. Dank je. Goedemiddag, we zijn weer een volgende dag en vandaag heb ik een mystery guest. Deze mystery guest heeft mij gewoon gebeld omdat een vriendin van haar in de stoel zat bij mij.
En dat beviel haar zo goed dat zij nam contact met me op. En hier zit ze. There she is! Dat ben ik beloofd. Dus ik ga haar eventjes helpen. We gaan even kijken wat we eraan kunnen doen. Ja. Maar ik heb er al wel uitgelegd, het gaat een project worden. Waarom? Omdat er inderdaad eerder iets te weinig zit dan te veel. Ja. Dus we gaan het even verven. En, ik heb in ieder geval niet ontkleurd. Nee, klopt. En geloof me, er zijn echt mensen die het doen. For those who are... Niet doen! Stop it! Maar überhaupt mensen die ook mensen helpen om het te ontkleuren, dat kan ook echt niet. Het is doodzonde. Ja. Ik snap dat je misschien donkere wenkbrauwen niet heel mooi vindt, maar wees er gezegend mee. Kom hier en wij weten er echt van alles mee te doen. Ja, echt. Zoals je ziet, zit hier zeg maar een prima wenkbrauw, want er zit gewoon vanaf het begin tot eind haar, dat is heel mooi. Alleen hieronder moet echt wat bij groeien. Dus dat is vrij licht. Dus wat ga ik doen? Ik ga het gewoon eerst verven, zodat het wat donkerder wordt. Aan die kant ook. Alleen hier zie je gewoon dat er gelukkig wel al iets meer zit. Dus het wordt gewoon verven vandaar. Project Paint. Nou, dit is de result. Dit is het eindresultaat. Zo blij. Ik ben deze wenkbrauw. Wat vind je ervan? Nou, kan ik ze ontkleuren? Nee, helaas. Dit is het eindresultaat. Nou, dan mag jij mij vertellen hoe blij jij bent. Ik ben super blij. Yay. Ik heb in ieder geval wenkbrauwen, dus dat is top. Ja, dat is echt fantastisch. En ja. Ze gaan nu even eten, dus ik heb een klein beetje make-up bij je gewerkt. Alsjeblieft, schat. Dankjewel. Doei. Oké, we zijn inmiddels beland bij het einde van mijn video. Samen met Melawi. Hoi, schat. Hola. Mag je wel even voorstellen trouwens, voor de mensen die haar nog niet kennen. Hoi allemaal, ik ben Laura Pontecorvo. Ik ben Alfredo Hernando, zijn beste vriendinnetje. Al hoe lang? Ages. 13 jaar inmiddels. 13 jaar. We zijn nog steeds best friends. Ja, yep, maar we zijn inmiddels thuis. En we hebben echt een hele drukke week gehad. Hele leuke week. Heel veel goede dingen gedaan. En zoals je ziet inderdaad is de vermoeidheid deels toeren geslagen. Zoals jullie waarschijnlijk heel veel gezien hebben bij andere video's. Is dat zwarte ding wat op mensen hun gezicht zit. En wat je zo af moet trekken. Nou is mijn huid, kan het ook wel gebruiken. En Lau, had er nog één. Ja hoor, deze is van May Beauty. En, het is echt zo'n peel-off mask. Het trekt echt al je mee-eters, je viezigheid, je olie. Alles trekt het gewoon weg. En je huid voelt daarna echt vet schoon. Ik heb gezond. Ik heb al die dingen die jij benoemde. Dat heb jij. Maar ik vond het wel leuk. En het vieze is, als je het dan hebt afgetrokken en gaat kijken, zie je echt al je mee-eters zitten. Ja, ik weet niet of ik dat ga laten zien, want mijn huid is echt heel goor. Maar het is luister. Wel echt leuk. Wat ik dus namelijk gewoon geniaal vind, want het is gewoon een heel smerig masker eigenlijk. Wat wel heel goed helpt, want het is gewoon een peel-off. Is dat Lau bij mij gaat doen. En ik wil ook dat jij hem eraf gaat trekken bij me. Mooi. Jij mag mij pijnigen. Hij zegt ineens, Lau, wil je me helpen? Ik wil graag dat jij dat masker bij me opdoet, dat masker bij me aftrekt. Lijkt me gewoon helemaal leuk. En ik zei, oké. Maar het doet best wel pijn namelijk. Ja, want jij hebt het gedaan. En ik heb het video gezien. Ja. En dat doet echt pijn, maar ik voel daarna zo chill. Nou, ga je gang. Let's go. Let's go. Oké, we gaan beginnen. Ik ga nu deze smurrie op jouw bek smeren. En het voelt zo vies. Oh mijn god, het ziet er ook echt uit als stroop. Ja, en zo, het is ook stroopstructuur. Wil je hem al over? Ik wil hem al over, honey. Smeer me. Oh, hij ruikt wel sensationeel. Laat je me nou weer doen, man. Jij mag mijn bek besmeuren. Ik vind dat toch moeilijk ook. Ik moet echt niet over je wenkbrauw of zo, dan trek ik al je wenkjes weg. Jij gaat mij niet waksen, hè, vriendin? Ja, dat bedoel ik. Oh, dit is helemaal niks, joh. Elnas, als je kijkt, sorry schat, ik heb een andere waksvriendin. Focus. Ik denk dat het
goed, zou ik even nu een waterstaafje pakken? Hij is ook leeg. Dus ja, dat is top, vallen. Toch? En ik heb hem ook helemaal geleegd. Ja, nou, top. It's time, my love. Ik kan zeg maar niks anders meer dan dit. Want als ik lach, ik krijg dat dit mijn bek uit elkaar trekt. Dus met deze in een kamer zitten is echt niet oké. Maar goed. Voelt raar, hè? Ik ga de eer aan jou laten, schat. Jij mag echt de boel van mijn bek scheuren. Oh mijn god, jongens. Het doet wel pijn, hè, vriend. Ja, ik heb echt aan jou gezien dat het echt schat, heel erg veel pijn deed. Ik ga het ook een keer bij jou doen. Nee. Sowieso. Ryan, die staat hier aan de overkant. Met zijn armen over elkaar toe te kijken. Maar dit, oh, dat valt echt heel erg weer op mee. Oh, dan moest ik het waarschijnlijk langer drogen. Huh? Bij mij deed het echt pijn. Maar het voelt gewoon heel raar, maar het doet geen pijn. Nee, bij jou hoort het ook niet. Dus bij mij deed het echt pijn. Wat gebeurt dan nu? Hé, wat raar, Frey. Bij jou doet het gewoon geen pijn. Hoe kan dit? Hè? Met dit achterhoorden? Nou, zo doet het geen pijn bij jou. Waarom doet het geen pijn? Nee, het doet helemaal geen pijn. Nou, ja, dan had ik hem, dan volgens mij, omdat wij, ja, je hebt het, hij heeft het een uur opgehouden in plaats van 3 kwartier. Zat dat te lang op? Misschien zat ik te lang erop. Oh ja, zou je denken? Wat doet het? Kijk, dat zijn mee-eters. Op je neus heb je vet van mee-eters. Het haalt zeg maar, het blijft zo op je gezicht zitten dat het gewoon alle poriën open zet. En dan neemt het gewoon de, ja, het exfolieert eigenlijk. Dus het is een soort van peeling. Het neemt toch je door je huid, huidcelletjes je door je huid, het te veel olie. Je ziet dat wel hoor, het is je gewoon helemaal wittig. Je mee-eters, dat slurpt hij er allemaal uit. Waardoor je huid dus schoner en gezonder aanvoelt. Nou jongens. Vond je hem leuk? Hey. Het was alleen niet zo spectaculair als ik verwacht had. Nee, wat stom. Ja, dat vind ik ook kleurig. Zit er nog op mijn neus? Nee. Nou ja. Bij mij ja, een beetje. Bij mij deed het echt pijn. Je zag bij mij ook echt zo'n je hele vel werd meegescheurd. Hoe kan dat? Maar ik denk dat jij misschien meer dons hebt. Jij hebt echt dons haar. Ja, ik trok echt mijn dons mee. Dat echt erin zit. Schat, vonden jullie deze video leuk? Doe een duim omhoog. En vergeet je niet te abonneren. Kijk ook even naar mijn kanaal. En ik zie je de volgende keer in de video. Doei doei.